Hoi, Hans. Ik vraag je, ik ben zelf hoogsensitief. En wat ik merk is dat ik soms dat een verdoving in mijn hoofd ontstaat. En kun je zien wanneer dat de neiging heeft om op te treden? Als er te veel om me heen gebeurt. Ja, yeah, right. Dus dat is gewoon een safety mechanism. Ja. Ik probeer dan uit te zoomen, maar mijn thema van dit weekend was eigenlijk dat inzoomen. En dan probeer ik uit te zoomen als oplossing. En nu krijg ik een beetje het idee dat dit met elkaar te maken heeft. Dat het inzoomen. Dan denk ik, pas, die verdoving. En dat voelt als een soort depressieachtige verschijnsel, zeg maar. Ja, het is dus handig van als er dat soort verschijnselen zijn, en er kunnen meerdere dingen zijn, om die dus ook weer niet als een probleem te duiden, maar als een signaalfunctie. Ja, het is goed om juist dat de bescherming is om mij te beschermen. Ja, dus dat is een uiting van een zekere mate van intelligentie. Dit wordt te veel en dan gaan we gewoon schakelen over op fuzzy. Want dan komen er niet meer prikkels echt binnen. Maar het is, de meeste verschijnselen die bestaan uit een paar stappen voordat ze tot de uiting komen. Dus als we dan toch sensitief zijn, laten we die dan gebruiken om de iets eerdere signalen, dus de voorlopers voor het fuzzy verschijnsel, te herkennen. Want dan weet je al van, oh, overload. Ik snap het, dus ik zie het eigenlijk al lang. En daar kun je dus gebruik van maken, van als je het als een VU-metertje ziet, van als die bij min 2 dB zit, dan bij 0 begint het rood. Als je daar al even een stapje terug doet, dan hoeft het niet in het rood te gaan lopen. Dus daar kun je gebruik van maken. Ik had vroeger, ik heb dat nog wel af en toe, maar op een andere manier last van mijn rug. En toen merkte ik, in die tijd merkte ik dat daar een psychologische component in zat, dat als ik te veel stress ervaarde, kreeg ik daar last van. Dus dat was eerst allemaal, oh wat erg, oh wat erg. En toen op een gegeven moment kreeg ik door van oké, maar ik kan het ook gebruiken. Van oké, dit is gewoon te veel. En dan even kappen dan mee. Ja. Dus je moet eigenlijk leren nu inderdaad die voortrajecten, die voorgaande dingen te gaan herkennen en dan wegwezen. Ja. En dan kun je uit een situatie gaan of een taak neerleggen of even bij, nou ja, wat dan de bron ook is van te veel prikkels, om daar aan de kant te gaan. En vervolgens kun je natuurlijk kijken van waarom er een prikkeloverload optreedt, want dat kan ook nog met een aantal overtuigingen of andere emoties te maken hebben. Maar het is over het algemeen handig om dingen niet zo ver te laten komen dat ze in het rood lopen. Alright. You're welcome. Ik was wel even benieuwd, we hebben nu steeds over volwassen niveau, hè, dat we met elkaar praten, maar ik ben in ieder geval 7, 8. Ik merk te veel angsten zitten bij de kinderen. En ik vraag me af wat aan jou kunnen helpen. Ja, geen idee. Ik heb vaker dingen in een latere periode te horen gekregen die op dat moment nog niet per se vielen. Maar ik was heel blij dat ik ze te horen heb gekregen. Sommige dingen die worden geplant als een zaadje en hebben een jaar of 3 jaar of 5 jaar nodig om te ontkiemen of uit te groeien. Maar als niemand het zaadje plant, dan moet je alles zelf uitzoeken. Dus als wij een handreiking doen aan een kind of aan wie dan ook, weet je wel. Ik werk ook altijd met kinderen, de meeste in ieder geval, al zijn de meeste 40, 50 plus. Dus je reikt dingen aan, maar ik kan nooit zeggen, en de ontvanger zou ik maar zeggen ook niet, van wanneer het ontkiemt. Maar het is beter om iets aan te reiken. En daarmee zeg ik dus ook, en dat is een ander thema wat ik vaker heb aangehaald, van niet te veel te hechten aan het resultaat. Het is mijn taak op dat moment om iets aan te reiken. Niet om het tot bloei te dwingen. Ik hoef niet eens dat zelf mee te maken. Want het is in essentie niet voor mij. Dus het is net zoiets als iemand die 80 is en die plant een boom. Dat doet hij niet voor hemzelf. Maar omdat het nodig is daar een boom te planten, dan kunnen anderen in de schaduw daarvan zitten of walnoten plukken of whatever. Nou, dus met dat soort dingen eigenlijk ook. Je reikt dingen aan, maar die zijn niet onmiddellijk voor jou.
En je weet ook niet wat er van komt, maar je kunt wel voelen dat het kloppend is om aan te reiken en te blijven aanreiken. Dus noods dat je erbij neervalt, want dat is nou eenmaal, dat zijn jouw walnoten, zou ik maar zeggen. En hoe fijn is het niet, en dat had verder niet met verlichting of whatever te maken, dat er op mijn, in mijn HAVO-periode in ieder geval twee leerkrachten waren, die ik dus ook onthouden heb, die af en toe iets riepen waar ik niet per se vanuit de angst of de ellende kwam, maar die een soort perspectief aanreikten. En een andere manier van denken. Ze redden mij niet. Dat was hun taak ook niet. Weet je wel, maar ze gaven me iets. Een paar boeken bijvoorbeeld. Nou, niet spirituele boeken, maar gewoon goede boeken. Dus ze versterkten het leesplezier. Om er iets te noemen. Ja. Maar het is niet een bepaald iets op kindniveau. We hebben het niet steeds over aanraken bijvoorbeeld. Of je naar kijken. Nee, maar de respons komt uit het samen zijn met in dat geval het kind. Ik zit hier ook niet een methode te hanteren. Ja, jij roept iets en dan komt dit eruit. En iemand anders roept iets anders en dan komt dat eruit. Maar ik heb geen plan of geen standaard recept of iets dergelijks, want ik geloof daar helemaal niet in. Ik ook niet hoor, maar nee, misschien heb je een bepaalde... Nee, wees optimaal. Als jij optimaal kloppend bent, dan komen ze met iemand in aanraking die kloppend is. Ja. Alleen dat al kan op de langere duur een zegen blijken. Een mens die er echt was. Het gaat niet eens echt om wat er gezegd wordt, maar jouw zo zijn heeft impact. En dan hebben ze iets naast de angstaanjagende, vertrouwenbeschamende idiotie. Van, oh ja, maar zo kon het ook. Ik herinner me juf die en die nog. En ja, dat was, daar kwam iets vanaf. That's great. Jaren geleden voelde ik, was ik enthousiast over iets en had ik het gevoel dat moest ik overbrengen. En jij schreef in Roosgeur en Prikkeldraad dat je het zo mooi over, als je nog een slaapwandelaar bent, dan hou ermee op om dat te willen doorgeven. Ja. Er was dus een soort impuls van, oh, dit moet iedereen weten. Maar dan wordt het weer vanuit, er moet iets. Ja, zeker. Weet je wel, in plaats van ontspannen in... Ja. In zijn nu. Want dan geloof je weer het stemmetje eigenlijk. Ja, en dan wil je er ook altijd de interesse en de waardering en weet ik van wat voor terug onmiddellijk. Het is een ego-ding dan. En soms kun je het dan toch niet voorkomen dat er iets uitkomt. Maar het is op zichzelf handiger om vanuit als het afgerond is, whatever that may mean. Nou ja, goed, als er iets geroepen wordt, top. Maar dan zal er dus ook geen hechte zijn aan het resultaat. Dus ook niet of iemand het ermee eens is, of er iets mee kan, of dat hij onmiddellijk op slag, als bij toverslag, verandert. Het is gewoon, er wordt iets gezien, het wordt aangeraakt en doe ermee wat je niet laten kan. Ja, het moet er valt weg. Yes. Ja. En de grap is dan meestal dat het dan ook makkelijker aanvaard wordt dan wanneer ik herken dat enthousiasme ook, weet je wel, dacht ik anderhalf ding door te hebben. En mijn vrienden hadden zoiets van, oh god, hij is gek weer. Ja. Even iets gelezen en dan komt hij weer aan drammen en gaat hij weer urenlang over half begrepen dingen zitten praten. Ja. En wij moeten dat interessant vinden. Man, shut the fuck up, neem een biertje. Nou, met enige overtuiging gaf ik toe. Ja, ik herken bij mezelf het patroon dat ik heel snel de energieën die om me heen zijn absorbeer. En dat net over overtuigingen, ik ervaar me dan af zo van, ja, wat zijn dan bij mij de overtuigingen die daarbij een mogelijke rol spelen? Te veel gericht zijn op anderen. Ja.
als anderen bewust of onbewust veel te belangrijk voor mij zijn, dan heb ik al mijn tentakels eigenlijk uitstaan. En daardoor lekt allemaal informatie of energie of emotie of hoe je het wil zeggen naar binnen. Terwijl ik kan ook vanuit een heel sterk hier zijn, open zijn, dan pik ik het allemaal op, maar ik trek het mijn systeem niet in. Dat weer kunnen we net als het verschijnsel net als een probleem maken en dan wordt het heel dramatisch of als een signaalfunctie. Oh, dit is geen openheid meer, dit is uitreiken. Dit is iets willen. En dan lekt er allemaal troep mee. Maar oké, terug. Center. Hier. En dan heb je nog alles in de gaten. Dus heel simpel gezegd, gewoon er zijn, maar niet vissen. Ja, ik heb nu zoiets van jij gaat oefenen. Ja, whatever, noem het wat je wil. Maar dit doorkrijgen is super belangrijk. Uitzoomen, is dat ook een soort overgave? Ja. Want dit zijn geen dingen die tegenover elkaar staan, controle en surrender. Het zijn controle en surrender, dat heb je eigenlijk nodig, tenminste. Ja. Dat zoek je uit. Je hebt ze allebei nodig. Allebei heb je nodig. Het gaat dus pas fout op het moment dat we denken dat één kant de beste is. En die neiging hebben we heel erg. En controle is ook je macht hebben. Ja. In de goede zin van het woord. Niet in de overheersende zin. Sorry? Is dat inzoomen? Ja, dat zou het kunnen zijn. Het kan van alles zijn. Ja, ik vind het wel belangrijk om het erover te hebben, omdat ik inderdaad ook... Als het dus over overgave gaat, dan heb ik daar een beeld bij. Sure. He, overgave is dan, je geeft maar toe. Of, ja, zo kun je het ook uitleggen. En dan is het een zwakte bot. Ja. En daarom heb ik dat woordje clarity erbij gezet. Het zijn als het ware, als je wil, zou willen zeggen, daden vanuit helderheid. Het weten wanneer ik me in moet zetten en wanneer ik het moet laten gaan. Dan ben ik in beide gevallen er helemaal bij. En
in de onbewuste, dus de unclear modus, dan word ik meegesleept in een eindeloze controle neiging. Of ja, ja, zo is ik, ik kan er niks aan doen. Een soort slappe overgaan. Dat is het niet. Het is juist die wisselwerking. Dan vind ik ook jouw boek een bijdrage voor, hè, om te zoeken naar begrippen die, ja, zijn gaan dwalen, zeg maar, die dan, ja, weer teruggenomen worden. Ja, of opnieuw gedefinieerd, ja, waardoor je een ander beeld krijgt. Dat vond ik het interessante van Ino, toen hij deze twee termen gebruikte. Ja. Als neutrale termen die allebei nodig zijn. En er kwam ook zo'n simpel beeld bij me voor van, stel dat je maakt soep. Nou, dan moet daarin geroerd worden, maar je moet niet eindeloos roeren. Dus je moet daar weten hoeveel activiteit er nodig is en wanneer je het laat pruttelen. En wanneer je weer terugkeert om weer even controle uit te voeren, natuurlijk om te kijken of die goed is. Het is een afwisseling van activiteit en inactiviteit. Maar het zijn beide bewuste handelingen. Want je kunt niet van, ja, nou, ik flikker het er allemaal in, dan, ja, dan geef ik het over en dan hopen we maar dat het goed wordt. Want dan brandt alles aan. Weet je wel? En je wordt hier ook niet overspannen. Nee, en je kunt dus in die soepmetafoor ook niet, je gaat ook niet eindeloos maar blijven roeren, dan wordt het één bende. Dan kun je beter een blender erin zetten. Poet zo'n ding, staafmixen. Dus het is de hele tijd, dat doen we eigenlijk, hij wijst gewoon op iets wat we de hele tijd doen, maar hij zegt van we vergeten dat in dat praatje wat hij hield, was maar één van de interessante onderwerpen in die talk, maar van dat surrender is een active noun. Hij gelooft niet in die passieve, want dat is gewoon slappe hap. Actie, afblijven. Zaadjes in de grond in je groententuin, dus activiteit, compost erop, afblijven. Niet gaan kijken de hele tijd of ze goed zijn. Niet aan de wortels trekken voor ze klaar zijn. Het is ook alert. Yes. Yes, je moet heel wakker zijn. En als dat die wakkerheid er is, dan weet je precies actie afblijven. En dat het constant een heen en weer bewegen tussen dat soort polen is. En als dat goed in tune is, krijg je goede soep of whatever. Zo niet, dan wordt het een band. Ja. Want ik zat ook te zoeken naar dat begrip van man up. Wat is dat nou? En dat is ook vaak een oproep, dat man up of woman up. Voor de enorme neiging die we hebben om onszelf een brevet van onvermogen te geven. Ik kan het niet, het kost te veel moeite. Flikker toch op. Weet je wel, als je hebt kunnen leren lopen en praten en schrijven, dan kun je de rest ook. Want dat is echt fucking moeilijk allemaal. Maar dan een beetje bij de pakken neer gaan zitten bij een klein beetje tegenwind. En, weet je wel, kom op. En daarom gebruik ik ook vaak het woord interesse. Zo'n kind dat zit al die twee voeters rondlopen en doen. Ja. En fietsen of weet ik veel wat, die wil dat ook. Die heeft interesse. En die interesse is zo sterk dat hij de obstakels overwint die er te overwinnen zijn. Ja, dat is kei gaaf. Dat is dus niet van, interessant. Nee, zeker niet. Als je echt interesse hebt, dan kun je dingen overwinnen, dan kun je dingen leren. Dan vermeerder je jezelf zonder dat dat ten koste van iets anders gaat. Je wordt rijker. En daarmee jouw omgeving ook, want alleen een rijk iemand heeft iets te delen. Een armoedzaaier die bij het minste geringste al gaat liggen, ja, daar heb je alleen maar last van. Nekschot. Weg. Als ik hier nu zo naar kijk, dan is het eigenlijk helemaal een andere manier, een andere wereld gaat open. Want dat was het bij mij, dat mocht er niet zijn. Ja, dat precies. En daarom begon ik er ook over. En surrender is voor mij zwakte. Maar eigenlijk is dat nog geen zwakte. Nee, zeker niet. Maar omdat surrender, nou, als ik me overgeef, dan loopt iedereen over me heen en dan ga ik niet redden. Een heel verhaal komt er dan. In andere klikjes is surrender juist het hoogste.
You need to surrender aan het goddelijke wat niet bestaat, maar dat ga je verder niet. Maar surrender is goed, of surrender to the guru. No way, idiot. Wakker worden, daar ging het over. Niet de boel uit handen geven. Ja, dat zijn nog twee tegenovergesteld. Ja, zeker, maar daar kan van alles van gemaakt worden, weet je wel. Ik vind het altijd leuk om opnieuw naar termen te kijken. En soms zijn er, zoals Ino, lui die even met iets komen. En die hebben daar blijkbaar beter over nagedacht dan ik. Want ik had zoiets van, motherfucker, dit is echt vet. En dat was eigenlijk bijna terloops. Dus dat hij wel meer van die dingen, dat is echt, ja. Wauw. Straks zag ik jou buiten bijvoorbeeld en dan zie ik jou staan. De ene kant heb ik de neiging om jou iets te vragen. En de andere kant denk ik dan, wil ik nou gewoon iets aan hem vragen, om iets te vragen, of wil ik dit echt weten? En dan ben ik al aan het afwegen, zal ik het wel zeggen. Meestal doe ik het dan niet, omdat ik het naar beneden haal van nee, dit is omdat ik graag iets in het ding. Dus zo loop je. En dat zijn al hele spannende dingen. Ja. Dus dat mijn app, dat is echt. Het is alles. Maar inderdaad, dit soort thematieken, als je die zo neerzet, die kun je gewoon, als je dat meeneemt en je gaat een maandje zo kijken, dan kun je daar heel veel in leren. Dat speelt constant in ieder gesprek, in ieder dingetje, in werk, overal. En bij mij snijdt het meest om het dan niet. Ja. Waarmee je het dus ook een soort van uit handen geeft. En dat doen heel veel. Sommigen die moeten alles zelf bepalen. Dan schieten we door één kant op en anderen van, die hebben heel vaak van nee, laat maar. Maar dan niet vanuit een werkelijke openheid, maar inderdaad vanuit iets negatiefs of dismissive. Van, een beetje bangigheid. Ja, een beetje slap wel. Hè. Ja. En daar dan ook een slecht gevoel bij krijgen. En terecht. Ja. Ik heb mezelf al niet gezegd. Omgekeerd van bevestiging. Wat zei je? Het omgekeerd van bevestiging. Ja. Ja. Ja, maar ja, sommige mensen kunnen doen wat ze willen. Je houdt er gewoon van. Kun je daar dan niet van houden? Andere mensen, ja, die kunnen doen wat ze willen, maar. Hans, je hebt het zet over Ino. Brian Ino. Brian Ino. Ik zal het erbij zetten. Heb je dat gezien? Of ja. Maar ik ken die gast al 40 jaar als muzikant en producer. Maar hij doet nog ook al wel eens wat lezen en nadenken over andere dingen. Heeft hij op een gegeven moment ook een lezing voor een aantal architectuurstudenten. En dan iemand stelt een vraag en dan hij roept over een boek en dan over nog een boek. En kennen jullie dit? You guys, you should read more. Weet je wel, zit hij daar zo, want die weet echt niks. Oké, ik leg het uit. Dit is echt zo cool. Hij vergeet alleen dat hij 70 is en de jochie 23. Dus hij had iets meer dagen om wat boeken te lezen. Dat is fascinerend. Dat is een lecture, de Carnegie Lecture van dag 2017. Fascinating. Vind ik tenminste. Misschien wil ik een rak aan, dat kan ook. Mocht dat zo zijn, dan kom je er niet meer in. Hoi Hans. Hallo. Ik worstel nog een beetje met twee dingen en volgens mij hebben die wel een beetje... Oh, dat valt nog twee dan. Twee dingen maar. Nu hè. Oh ja. De ene is intuïtie, volgen.
Mijn intuïtie fluistert nog een beetje. Ja, dat is heel ingewikkeld, vind ik. Nee, als je dat weet, is het niet ingewikkeld. Nee, precies. Het fluistert en het is kort van stof. En die andere, waar je niet naar moet luisteren, is die schreeuwert, die is heel lang van stof. En praat vooral heel veel onzin en tegenstrijdige bullshit. Ja, dat kan mijn hoofd heel goed. Ja, dat bedoel ik. Daar moet je dus niet naar luisteren, wel naar de fluisteraar. De mensfluisteraar, zeg maar. Heb je nog andere tips behalve opschrijven en volgen om die beter te leren kennen? Nou, gewoon goed opletten. Als je duidelijk hebt, dat kan heel interessant zijn, dat je intuïtie zegt dit en je hoofd zegt dat en je doet een van twee om gewoon goed op te letten wat het effect is. Ja, dan komt mijn tweede vraag. Heel vaak is mijn intuïtie kloppend. Ja, natuurlijk. Dat is bijna ook altijd niet zoals het hoort. Ja, omdat zoals het hoort meestal niet klopt. Het is een aardige vuistregel. Als je iets doet wat de meesten tof vinden, dan zit je ernaast. Dus wat de massa plezierig vindt, daar kun je gif op innemen dat het niet klopt. Dat is een vrij aardige indicatie. Dus als je de kudde rechtsaf ziet gaan, ik wil niet zeggen dat je links moet, maar in ieder geval niet rechts. Beter even gaan zitten en wachten tot je het gegil hoort. Oh. Waarbij nog een kleine opmerking, dus ik ben wel blij hiermee. Zoals het voor mij werkt, heeft intuïtie misschien een net ander begrip dan dat hele ad remmen snelle dingen weten, thinking fast. Dat is ook een soort intuïtief, die voor mij is van een wat kalmere aard. Dus wij doen heel veel dingen intuïtief, maar we doen ook een hele hoop dingen verkeerd, omdat er dingen in de werkelijkheid bestaan die contra-intuïtief zijn. Dus het is handig om gewoon even momenten te nemen, om wat ik daarnet al uitlegde, om even uit een belangensfeer te kunnen gaan, om te kijken hoe de kaarten liggen. Want soms gebeuren er dingen dat je intuïtie als het ware de neiging heeft. Nou, in 9 van de 10 gevallen ging dat zo, dus ik moet dit doen. Maar dan is er nog een signaalcircuit, dus je iets heeft van, even wacht. Waar ik nu dan tegenaan loop, is inderdaad de integratie in het gewone leven. Ja, maar kalm ook. Ja, okay. We moeten het eerst gaan herkennen. Dus we gaan weer even terug naar een domme uitleg. Je hebt nu geleerd ongeveer hoe dat D-akkoord gaat. Dat lukt nog niet terwijl je in gesprek bent. Dus integreren is nog veel te vroeg. Eerst moet hij gewoon blindelings tang. En je zet hem weg, je pakt hem op, je pakt die tang. En je hoeft al niet meer te kijken, dat moet je eerst hebben. Dan op een gegeven moment kun je gewoon lekker en onderwijl praten en je kijkt ook nog een beetje tv. En dan heb ik nog een akkoordje erbij en op een gegeven moment boeit het allemaal niet meer. Maar als we dat gaan eisen terwijl ik nog maar net 3 vingers recht kan zetten, een beetje te vroeg. Relax. Welkom. Dat was ook een leuk voorbeeld van Brian Eno. Over counterintuitive en over hoe simpele structuren gecombineerd en ingewikkeld worden. En dan had hij een pendulum, weet je wel, een pendulum, zo'n zwaar ding. En dan zegt hij, ja, dat is een heel simpel ding, dus hij laat het even zien. Dus die pendel die gaat zo heen en weg. En onderaan die pendel hing nog een pendel. Dus hij zei, nou, die 2 simpele systemen. En iedereen die dacht wel ongeveer dat hij wist wat dat ging doen. Dus dat ding zou naar beneden, naar heen en weer gaan. En die andere die zou ook heen en weer gaan. En toen liet hij even zien wat er gebeurde. Dat ding dat ging alle kanten op en ging patronen maken die je gewoon niet kon voorspellen. Hij ook niet. Niemand niet. Dus je hebt 2 hele simpele systemen. En wij denken, omdat we er 1 kennen, die doet alleen maar dit. Maar gecombineerd, hij ging naar boven, bleef daar als een gek die tweede draaien. Dan viel die weer naar beneden. En de meest bizarre, je kon er een uur naar kijken, gewoon zo fascinerend. 2 pendulums. Which I think would be quite nice to. Yes, I brought in something that I thought, I think this is the most interesting demonstration of complexity theory that you could want. So this is a double pendulum. I just wanted to show you what a single pendulum does first. Okay, so everybody knows what a pendulum does. Right? Quite uninteresting, really.
Even if I do it quite hard, it's still quite uninteresting. Okay, now, I'm showing you this because it's an instance. Complexity theory is something I've been very interested in for a long time, and it's very much part of my musical work, which I've carefully not talked about at all in this talk. Okay, so I've been looking for years for a good example of how complexity theory works and to try to make it intuitive to people. So complexity theory says that if you stick together a number of simple deterministic systems, you get very, very complex, effectively random results, chaotic results. You cannot predict the effect of sticking together these simple deterministic systems. So here we have two simple deterministic systems, two pendulums. Now watch what happens if you... And if I do it again, it will do something completely different. So this, to me, is an interesting example of how our intuitions can be completely wrong about things. Your intuition is that a pendulum is simple, another pendulum is simple, put the two together and what you'll get is something pretty simple. What you get is something extremely complex. Now, I've been playing with this thing for a few weeks now. And can you see how utterly weird that is? And it gets weirder and weirder the more you think about it and the more you look at it. Dat wilde hij even laten zien van enerzijds dus counterintuitive movement en andere van hoe je twee hele simpele elementjes, als je die bij elkaar brengt, dat je iets complex kan krijgen. Laat staan dat als je er vijf combineert, vijf pendulums is al helemaal niet meer na te gaan. Dan heb je het gewoon over alleen maar een slingerbeweging. Wij zijn vrij complex en daarom heb ik het vaak over composities. We hebben allerlei circuits en systemen zitten en die werken allemaal op elkaar in. En toch denken wij dat we met één van die systemen, het intellect, wat ook nog vaak vergeven is van emotionele rifferaf, dat we daarmee echt goed kunnen navigeren. Ik heb liever gewoon even die stilte en die ruimte, zodat alles gaat liggen wat er niet toe doet. En dan haal je die twee of drie dingetjes over waar je iets mee zou moeten. En dan kun je vaak ook nog zien vanuit die helderheid wat de juiste sequentie is. Wat moet er eerst? Break it down. Dan krijg je bijna een soort algoritmische benadering. En als je bijvoorbeeld koken wil en je hebt iemand die nog nooit gekookt heeft, je kunt die stappen zo klein maken dat echt iedere boerenlul die citroentaart kan maken. Maar dan moet je het in zo klein mogelijke stapjes doen. En gewoon dat doen. Je hoeft niet eens te proeven. Exact dit en dan dat. Iedere handeling gewoon break it down. Nou, zo gedetailleerd hoeft het niet. Maar als jij in de chaos zit van je mentaal, emotionele... dus vergeven van belangen en angstjes en sociale dingen. En wat vinden ze van me.nl. Een goed antwoord vinden vanuit die mindset is bijna onmogelijk. Terwijl als je eruit gaat en je laat alles liggen, er zijn geen duizend dingen die aandacht vragen, één of twee of drie. En eerst die, dan die, dan die. Bijna succesverzekerd, bijna, want de werkelijkheid is een bitch. Ik bedoel een vrouwtjeshond niet. En die bijt soms. Dus dan heb je alles helemaal goed gedaan en krijg je toch nog een verrassende andere uitkomst. En als die openheid intact is, zou ik maar zeggen, maakt je dat niet uit. Dat is ook leuk. Alles wees erop, dat het die, maar het werd toch dat. Wauw. Cool. Tenminste, meestal vind ik dat wel leuk. Soms niet. En dan geef ik Kasia de schuld. Super fijne relatie.
iets zien. Ik merk dan bij mezelf, relaties aangaan, dat had ook heel veel opkomst vanuit het verleden. En dan vond ik het heel moeilijk om toch denk ik de intuïtie te onderscheiden van al die, om uit die emoties te blijven van het verleden, denk ik. Nee, dat kan nooit moeilijk zijn, want intuïtie is niet emotioneel. Die zegt gewoon, stel dat er iets ontstaat, die zegt dan gewoon, ja, dat is cool. Of niet doen. Meestal dat eigenlijk. Maar. Terwijl de ego-structuur met zijn hele verleden en zo, die maakt verschrikkelijk veel lawaai en gaat plus- en min-lijsten maken. Mm-hmm. Ja, ik voel eigenlijk wel dat het een eikel is, maar hij kan ze goed dammen of kijk hoe eens lief zijn met die bonsaiboompjes. Diep in de grond is het toch een goeie. Nee, diep onder de grond. 6 feet, at least. Ja, dat is leuk. Of zoals ik ooit in Amsterdam hoorde, ja, het is een goeie jongen. Als je ze hard kookt en op zijn rug hangt. Moest ik even aan wennen. Oh, ja, ja, okay. Typisch soort humor. In Brabant doen we dat anders. Waarom sla je mij nou gewoon je kopstap niet aan? Zullen we nog eens wat? Op tijd wegduiken bijvoorbeeld. Dus, en weet je wat het extra leuk is van luisteren naar intuïtie? Want in de zin van dat je hem hoort of verstaat of weet, je mag ervan afwijken. Het is namelijk, in tegenstelling tot die ego-figuur, geen dwingeland. Sorry, laatste? Het is geen dwingeland. Terwijl die ego-figuur, die staat altijd met die stok en die zwijp klaar. Of met namaakbeloningen. Intuïtie vertelt gewoon hoe laat het is, that's it. En wat jij ermee doet, I don't care. I'm just saying. En het zal ze niet eens zeggen, als je je weer in iets begrijpt, dan blijkt weer een drama van I told you. Dat is ego, die zou dat doen. Intuïtie, die staat al lang gewoon een sigaretje te roken en een beetje naar de wolken te kijken. Nou, dat duurt nog een weekje of drie voordat ze er weer overheen is. En dat nou ook, het heeft geen leed voor maakt. Dat is de enige tekortkoming van intuïtie. Wat is intuïtie dan eigenlijk? Ja, een soort GPS-systeem. In mijn auto heet ze Eva. Sla linksaf. Ja, ik doe dat gewoon. Ik stel geen vragen, ik luister heel braaf en ik kom altijd aan. Dat is het eigenlijk. Het is een navigatiesysteem. Waar komt dat vandaan? Waar komen de aderen vandaan? Of regen? Of sterren? Het is er gewoon. Je handen, je kunt er gebruik van maken of je kunt ze naar je nellen. Een boterham smeren wordt toch lastig. Nou, ik heb ontdekt dat er zoiets is wat we dat maar intuïtie noemen. En die weet het beter dan ik. Dus dan luister ik daar maar naar. Vandaar een van mijn slogans, vrijheid is gehoorzaamheid. Dus met andere woorden, als ik daar maar naar luister, dan gaan dingen redelijk soepel. En meestal, als ik denk het beter te weten, minder. Dan wordt het stroef en stroperig. En krijg ik de neiging om dingen om te gooien. Of volgens mij neemt het, kan wel tijd nemen voordat je door hebt wanneer het intuïtie is en wanneer het, laten we zeggen, de babbelende mind is die je iets op dit wijs te maken.
Yes. Het duurt volgens mij een tijdje voordat je dat ziet en daarop durft te vertrouwen. Ja, zeker. En het begint meestal met dat het aangewezen moet worden, want je komt daar zelf niet zo makkelijk op. En dat heeft er onder andere mee te maken dat je meestal vanaf dat je zo hoog bent, vanaf opgevoed wordt. En dan moeten we dus een vrees voor repercussies overwinnen om daar weer bij te komen. Want als ik helemaal, intuïtie hangt ook samen naar mijn idee met creativiteit en spontaniteit. Dus er kan vrij snel een sensatie opkomen. Als ik helemaal op mezelf vaar, zal ik maar zeggen, dan gaan ze niet van me houden en ik krijg klappen. Voor mij is intuïtie iets wat in stilte opkomt. Ja. En niet in het bezige denken verschijnt. Want het bezige denken dat al verschilt. Ja, dus het en kan wel zijn dat het dan opkomt, alleen je hoort het dan niet. Je hoort het niet. Ja. In die stilte wordt het opeens duidelijk. Je links aan de yes. Yes. Exact. Yes. Vandaar dat het dus ook handig is als er veel commotie is over een onderwerp om eerst uit te zoomen. Want in die commotie, je komt er niet uit. Dus eerst die stilte en dan wachten tot het signaal komt. Er komt een signaal en you might not like it. En het, inderdaad, het kan afwijken van wat conventioneel is of algemeen aanvaard. Well, fuck that. Maar het mooie is, iedereen heeft het. En het werkt bij iedereen. Het is alleen een kwestie van daar de voorrang aan geven in plaats van die schreeuwen. Dus laat je geen 4-jarige cursus intuïtieve ontwikkeling aansmeren. Dat is bullshit. En hoe wordt het sterker, net als eigenlijk als je het zo vergelijkt, iedere andere spier, door hem te gebruiken en door beter op te letten. Hier heb ik voor ego gekozen, dit is het effect. Hier volgde ik met bibberende knieën wellicht het signaal op, oh dat komt ervan. Oké. Is het ook zo, laatst had ik, was ik heel erg ergens over aan het nadenken en toen dacht ik oké, ik ga gewoon nu even helemaal iets anders doen en dan ging ik schoonmaken. Als ik ga zitten stil zijn van oké, nou laat maar komen het antwoord, dan is er een soort kramp en dan komt er okay. Helemaal niks. Nou, vind je eigen manier. Ja, okay. Als je maar uit je hoofd gaat, anders kan dat kwartje er niet in. Als je zo druk bezig bent. En als schoonmaker, dat is fantastisch. Is het huis gelijk ook nog schoon? Ja, dat het meer in beweging zijn is dan ervoor gaan zitten. Ja. Een andere die heel goed helpt en voor het lichaam ook nog prettig is, gewoon een eindje gaan wandelen. Meestal na een minuut of 20 of een half uur, dan wordt je hoofd sowieso leeg. En dan kunnen de ingevingen binnen. Die hangen daar de hele tijd al, maar ze komen er niet door. Je hoort ze niet. Dus dat kan. Je kunt ook gewoon stil zijn. Altijd, zeg maar. Of beschikbaar, altijd. Dan hoor je het altijd. Dat kan ook, maar waarom zouden we het eenvoudig doen? Mijn intuïtie, dat is iets waar ik heel erg bang voor ben. En terecht, want die heeft gelijk. En dat is omdat het altijd tegenovergesteld is van wat ik doe. Dus dat betekent dus eigenlijk dat ik totaal niet leef wie ik zelf ben. Of ja, als je het zo wil. Nou, zo zwart-wit zal het niet zijn. Nee, maar het kan beter. Want dit riep verkrampt en gaat helemaal naar onderrug. Toen het intuïtie aan de orde kwam, dan komen er allemaal dingen die ik eigenlijk liever niet wil. Mm-hmm. Dus als ik dat meer ga volgen langzaam, dan gaan er andere dingen gebeuren, maar er zijn geen garanties. Nee, dat bedoel ik. Nee, maar ik wou het nog even zeggen. Ja. Als we dat meer opvolgen, worden we gewoon echter. En een tijd lang zullen
issues veranderen van aard, maar het wordt aanvankelijk niet per se makkelijker. Het verschuift gewoon. Dus door onnatuurlijk te zijn, kon ik bepaalde problemen op een afstand houden of bepaalde mensen te vriend houden. Toen dat begon te verschuiven, ging dat niet meer lukken. Dus dat gaf een verandering van de turmoil. Het was dus niet zo dat naarmate ik intuïtiever werd, gelijk alle problemen begonnen op te lossen. Nee, je moest eerst ergens doorheen. En dan moesten een aantal dingen herijkt worden en je verhouding tot een aantal mensen moesten herijkt worden, want die waren op onnatuurlijkheid gebaseerd. Het voordeel was voor mij in ieder geval dat ik het gevoel had in toenemende mate te gaan kloppen. En eerlijk te worden in plaats van een leugenachtige nepper. Nou, dat was mij meer waard dan de eventuele strubbelingen. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor iedereen zo is. Dus ook daarin moeten we als het ware onze intuïtie gebruiken van tot hoever willen we gaan eigenlijk. Misschien vinden we zo'n beetje echtheid of eerlijkheid wel genoeg. Of misschien moeten we een tijdje in dit domein leven, terwijl we hier vandaan kwamen, voordat we weer verder kunnen. Weet je wel, dus ook daarin... Ja, voelt eigenlijk de enige rust die ik heb is in totale eerlijkheid. Ja, naar mijn idee ook, maar de meeste mensen die ik ken zijn toch aan het scheppen. En hebben waterige wijn. Nee, ik voel mezelf soms schipper en dan denk ik, heb ik de voel niet goed. Dus ja, right, dat heb ik ook. Dan ga ik weer toch wel weer verder naar die, ja, naar die waarheid. Mm-hmm. Ik vind niks zo leuk als dan. Of jou leuk. Ik vind het andere niet leuk. Ik merk wel inderdaad dat het, hoe zeg maar, authentieke, autonome manner ik word, dat ik de mensen of de instanties om mij heen, dat... Instanties zoals wat? Nou ja, bijvoorbeeld Wouter Bos. Wouter Bos? Ja, nee, die vertrouw ik ook niet, nee. Was toch die namaak socialist die banken allemaal redden? Ja. Jezus Christus, wat een eikel. Ja, nou en? Fuck in that. In de politiek, in de overheid. In politici moet je sowieso niet vertrouwen. In de zorgsector, in de, ja, overal. Ja, nou en? Corruptie, allemaal niks. Ja, nou en? Ja, misschien is ook niks. Okay. Er staat tegenover dat een heleboel dingen wel werken. Ja. Er zijn een heleboel mensen bij nodig om te zorgen dat hier die kachel het doet. Het licht doet het, er stroomt water, de wegen zijn begaanbaar, dus een heleboel gaat wel goed. En het komt door een hele grote groep mensen die in allerlei bedrijven en whatever gewoon doen wat ze horen te doen, namelijk hun werk. Dus ja, natuurlijk, er zijn graaiers en corrupte lui en idioten. Ja, yeah, sure. Toch is het aardig op orde. Hier. Ja. We're fucking lucky. Het is onze verdienste niet. Hè. Toevallig hier opgericht. Ik kan wel zeggen dat je bij je. Nee, dit mag allemaal. In een kerk loopt er mee. Godverdomme. En als ik ervan uitga dat bijvoorbeeld politici liegen, dan kan het alleen maar meevallen, want soms zeggen ze iets wat wel waar is. Ja. Nou, trek je daar dan op. Wet en regelgeving wordt gesteld over jou. Sure. Het is natuurlijk. Het is natuurlijk ook. Natuurlijk. En als je
onrechtmatige dingen ziet en je bent echt, dan zal je daar ook iets van zeggen of waar mogelijk iets aan doen. Ja. Maar dan hebben we weer een andere tweedeling waar ook Ino het over had, bijvoorbeeld vrijheid en veiligheid. Absolute vrijheid is chaos en anarchie. Absolute veiligheid is tyrannie. Dus we moeten ergens daartussen zien te bewegen. En dan niet in de zin van water bij de wijn, maar een intelligente, dynamische verhouding tussen hoeveel veiligheid. En want dat is prettig, want hier word je niet de hele tijd op je geschoten. Dat geeft toch een ontspannen gevoel. Dat rijdt ook anders dan. Als je dan rijdt en je vindt dat spannend, maar de skutraketten vliegen ook nog over je hoofd. Ik vind het niet chill. Weet je wel, dus, dat zijn ook allemaal van die interessante dingen. En soms moet je gewoon, omdat je iets ziet of iets opmerkt, er iets aan doen of er iets van zeggen. Of nou, ik heb dan de neiging om wel eens wat dingen op te schrijven en wat te roepen. Weet je wel, dat is wat ik dan te doen heb. Ik moet dan iets adresseren of roepen of aanreiken. En voor de rest, ja, wat ik al eerder zei, ik ga niet over de resultaten. Maar ik ga ook niet mijn mond houden. Nou, ik zou het leuk vinden als meer mensen dat gewoon deden. Want bij die echtheid en die autonomie hoort ook, laten we zeggen, gewoon op een menselijk level de verantwoording nemen. Als je iets ziet, you gotta do something with it. En dan niet in de slappe surrender van, ja, nee, maar alles is bewustzijn. En ja, wat er gebeurt. Met een lul verhaal, gewoon dat je bang bent voor de confrontatie of weet ik veel wat, weet je, ook bang bent dat het je patiënten kost of... Ah ja, denk vanuit gevolgen. Ja, zeker. Denk vanuit gevolgen. Als je iets ziet wat niet klopt, weet je wel, of je weet dat je iets zeggen moet tegen iets of tegen iemand of tegen whatever, do it. Want anders nep je op dat front de boel weer. En het leven wordt ook een stuk leuker van. Iets roepen, iemand confronteren zo her en der. Ja, een nieuwe stem in de dag. Een nieuwe stem, doet hij het. Door de dingen die je zegt raak ik juist veel meer in de persoon en in het denken. Ja, dus blijft de uitnodiging staan, leun meer achterover en probeer het niet te zeer mentaal op een rijtje te krijgen. Nou ja, dan kun je dus eigenlijk zeggen van, goh, die persoon die werd heel erg geraakt door iets, oké, zo wordt. Ja, dat hoeft niet per se, maar als we gewoon wat meer achterover leunen, is er gewoon meer ruimte. En dan zitten we minder in het proberen te snappen. En wat verschijnselen aangaat als lichamelijke dingen van aan de control kant, we kunnen kijken of er medisch of anderszins iets uit te zoeken is waardoor er een verbetering mogelijk is. Dat is de actieve kant. En de andere kant is van oké, dit en dit heb ik geprobeerd, dat leidt tot die en die effecten en verder dan dat leidt het niet. Oké. De situatie is nu gewoon zo. Ja. Ik ben er inmiddels aan gewend dat die enkel die is niet goed, hier is het niet helemaal goed en daar niet. En dat is nou al een paar jaar zo. En met dingen eraan proberen te doen en zonder, het is wat het is. So, I don't give a fuck anymore. Ja. Nou ja, bij mij blijft het toch af en toe wel iets komen van, ja, ik verkrant steeds verder. Ja, oké. Dus dingen onderzoeken, maar het gaat mij er dus om van, probeer even iets uit te zoeken, dus eraan te doen, dat is de control kant. En dan verhuizen we weer naar de andere kant, let go. Zodat die beweging, eb en vloed, zal ik maar zeggen, er is. En we niet de hele tijd op de ene of de andere kant leunen. Dat is eigenlijk de kern waar het om gaat. Je kunt voelen of zien wanneer je doorschiet. Een vriend van mij die was weer ziek. Die heeft eigenlijk al heel lang kanker. En dan af en toe komt het terug en dan is het weer minder.
En soms schiet hij gewoon helemaal in die control modus en maakt hij zich verschrikkelijk druk en is hij op internet van alles nog wat aan het uitzoeken. Dat ik af en toe zoiets heb van man, houd erop. Of joh, ga eens dood dan. Weet je wel? Kappen ermee. Ja, dan ontspant het weer. En het wonder is dat bijna altijd als hij in die ontspanning komt, dat die PSA-waarden dalen. Nou, is dat geen cure? Er is geen cure in zijn geval, maar het kan wel beneden, weet ik veel, 3, een of andere eenheid of daarboven, whatever. Ik heb er geen verstand van, I don't care. Weet je wel? Maar dat hij dus af en toe iets probeert of uitzoekt, cool. Maar je moet kunnen voelen wanneer je doorschiet, wanneer je je mee laat slijpen in een te grote mate van identificatie met die body-mind, die per definitie ten dode is opgeschreven. Wat ik ook doe, weet je wel, ik ga eraan. En het is nu alweer een dag dichterbij dan gisteren. En of ik nou wel of niet rook, of wel of geen vitamine C, 1000 slow release vreet. Which I do, by the way. Of biologische tomaten kauwen omdat daar anti-kanker dingen in zouden zitten. Vroeger lust ik niet eens tomaten. Heeft Kasia me geleerd. Ik vind ze lekker. Nu. Maar dat er zijn. Wat ik dus wel merk is dat er altijd wel die gewaarwording is. En het besef van, hé, ik zit erg in de identificatie. Yes. En daarin vast. En dat helpt wel. Dat helpt ook om het weer los te laten. Yes, good. Dus die helderheid, die clarity, om te zien van dat je te veel een kant op zit, die kan helpen om het te corrigeren, zodat je als het ware meer in het midden komt. Nou, bij de een die zit, en de meeste van ons, die zitten te veel op die control kant, anderen die zitten meer op die namaak surrender kant, waarin het een soort laissez-faire wordt, en geen initiatief nemen enzovoort. Nou, iedereen kan zien waar die overdrijft. Of in de muzikale term, waar klopt die stemvork? Dan kun je proeven of horen of voelen. Ding. Dit is, ja, dit is de A, die moeten we hebben. En verder is er gewoon zo'n wonderlijk ding, wat ik al 100 keer heb geroepen, interesse. Is het niet ook ergens interessant om gewoon allerlei mankementen in het systeem op te merken? En te kijken hoe daar weer op gereageerd wordt. Want feitelijk, je bent alleen maar de toeschouwer van het hele apparaat. En het is al een wonder dat het nog redelijk functioneert. En we weten, zoals ik al zei, dat dat tijdelijk is. En wat gebeurt er als er iets anders functioneert dan normaal? Wat doen we dan? Hoe creatief of flexibel zijn we dan, weet je? Zij heeft ook een hoop moeten leren. Er zitten uitdagingen in en ongetwijfeld momenten van te ver doorschieten in het een of het ander, maar aangezien je mobiel wil zijn, you gotta figure it out. Ja, dat herken ik wel. Zo kijk ik er ook wel tegenaan. Alleen, ja, gelukkig wel. Dus voor mij is altijd, weet je, interesse hangt samen met van, oké, dit is de situatie, en dat hangt dus ook samen met die surrender. Dit is de situatie, wat kan ik ermee? In plaats van, het hoort zus of zo. Ik hoor geen last van mijn schouder te hebben. Waar staat dat? Ik hoor geen 55 te zijn, ik hoor 40 te zijn. Hoezo? Maar ik heb gewoon een hekel aan die oude lullen. Weet je wel, daar ben ik er zelf heen. Ja, pech. Gelukkig ken ik die kant ook. Ja, goed. Hebben jullie er nog geen genoeg van? Ja. Ik wel. Eigenlijk.
Maar ik dacht toch even, ach, God, aan het iemand willen zijn. Ja. En daarop groeien, zoals gezegd, dus allerlei dingen. En dus ook, en dus voor een deel biologisch, voor een deel psychologisch, het willen houden volgens een bepaald model. Waardoor we allemaal nou een heleboel last krijgen van dat je wil blijven kunnen doen wat je 20 jaar geleden kon. Dat schijnt wijdverbreid te zijn. Ik heb dat niet, ik doe gewoon stukken minder. Ik roep regelmatig, I'm too old for that shit. Dan ga ik een boek lezen, want daar kun je echt zolang die ogen het nog doen. Hè? Dus. Kasia, ga jij maar even, we hebben nog een grote parkeerplaats en zo, ga jij dan maar even aanvegen. I'm too old for that shit, ja, ze is 7 jaar jonger, dus aan het werk, hè. Ik ga even kijken, we hebben nog een kop koffie erbij voor mij. Ja, daar nog even. Dat vindt ze niet erg. Ze is graag actief. Ze is ook kilo's afgevallen de laatste jaar, ik niet. Maar tegen de tijd dat ik kanker krijg, dan val je vrij snel af. Komt goed, komt goed. Ja, dat is goed voor de lijn hoor. Het is verder niet zo leuk, maar het is goed voor de lijn. Dat heb ik bij diverse voormalige vrienden en bekenden kunnen zien. Jij mooi slankje ligt er goed bij, joh. Ja, ja. Als ze daarom kunnen lachen, dan weet je dat ze een echte vriend zijn. Het is bijna jammer dat ze dan gaan, hè. Ja, bijna. Goed, dankjewel, tot morgen. Maybe hard to...